In 2015 werden heel iets meer zorgtaken van het Rijk bij de gemeenten deloin. Minister Schipper zou hoort dat Friesland 4 voorop rent in vergelijking met andere provincies. Hoort praatte de minister in Drachten met verschillende zorginstellings. Nou, ik herken niet dat men zich in Friesland druk maakt. Eigenlijk herken ik dat men in Friesland een beetje voorop loopt voor de rest van Nederland uit. En namelijk dat men hier elkaar al heel goed weet te vinden, al heel goed samenwerkt en nadenkt hoe kunnen we in Friesland die zorg nou goed overeind houden en zo organiseren dat het voor de patiënt het makkelijkste is. Soenens in Drachten is daar een goed voorbeeld van, vindt Schippers. Om mensen hier net alleen een zorg krijgen kennen, maar ook de sociale activiteiten in de buurt hebben. Door het handiger te organiseren, door dingen bij elkaar te brengen, kun je meer doen voor hetzelfde geld. Nou, dat soort oplossingen, daar zijn we nou op uit. Is dit een voorbeeld voor de rest van Nederland? Ik denk het wel. Ik denk dat we allemaal moeten zoeken naar oplossingen die minder geld kosten, maar wel fijner zijn voor de patiënt. Ook de Friesland Zorgverzekeraar is blij met het Zwargplein. Ze willen daarom meer van deze plein in Friesland. We zien dat dit nu heel erg goed werkt. Alles bij elkaar gaan we in zorgen dat er in Friesland ongeveer 6, dat kunnen er ook 5 zijn, 7 van deze centra komen. Omdat op welke plekken dan? Nou, ik weet nog niet op welke plekken. Ik weet wel dat de eerstvolgende zal waarschijnlijk wel in Dokkum gaan komen. Hoe concreet ben die plan dan? Nou, die plannen zijn heel concreet. We gaan komende maand gaan wij weer zo'n tender uitzetten. Gaan we dus weer vragen aan het veld, schrijft u zich maar in, schrijft u in. Nou, dan gaan we volgend jaar weer met 1 of 2 gaan we verder.